Ja, zijn hier mensen die ervaring hebben met verbouwen? Ik zoek... jullie? Jullie? Hebben jullie ervaring? Wonen jullie samen? Nee? Oké, dan ga ik over naar het volgende koppel. Je zit al te wijzen. Je zit al te wijzen. Wat? Die twee mensen? Zijn jullie een koppel? Wij zijn een koppel. En jullie wonen samen? Ja, en jullie hebben samen een huisje? Ja, en er wordt dan geklust... Geweest geworden. Oké, okay, wacht. Jij zegt dat af is, nu moet ik het vragen aan uw vrouw. Nee. Is alles af? Het zal ooit af zijn. Kijk, dat is zo typisch. Hè? De vent zegt, het is af. Het is af. Nee, ik vind het beter zonder dak. Nee. Is, ik ben ook zo. Echt. Hoe is uw naam? Michel. Michel en Hilde. Applaus voor Michel en Hilde. Verbouwende mensen. Ja, maar je moet er respect voor hebben. Echt waar. Hilde. Wat is een typisch klusken dat Michel nu nog altijd niet afgewerkt heeft? Iedere man heeft zo'n klusken, hè? Dat hem ze vooruit duwt. Sowieso. Ja, ik doe het morgen wel. Hè? Wat is dat bij Michel? Nee? Michel weet het zelf. De muren zijn nog altijd wit. Schilderen is niet je sterkste ding. Nee, maar dat is saai ook, hè? Schilderen. Is het daarom dat je het niet doet? Oh ja, dat is schoon en wit. Dat is schoon wit, ja. Wat ik bedoel is, het is gewoon een aaneenschakeling van saaie dingen in verbouwing. Veel mensen hebben daar een romantisch beeld van, hè, Michel. Het is waar. Is, oh, van alles samen doen. Oh, van alles zelf doen. Maar het is niet altijd plezant. Hè. Het saaiste in mijn verbouwing, dat zal schilderen dan zijn bij u binnenkort, Michel. Het saaiste in mijn verbouwing was linoleum verwijderen. Kennen dat, linoleum? Ja, voor de mensen die het niet kennen, linoleum dat is een soort van vloerbekleding. Wel, linoleum is de vloerbekleding van Satan. Dat is dat. Overal. Overal in ons huis lag er linoleum. Oh, kotskleurige linoleum. Ja. Dus het kleur van zo'n frietjes. En dan zo, chocomelk. Even. Overal. Echt. En hij ging muur vast, dat doe ik zo. Hij ging echt muur, moest het zo millimeter per millimeter los. Peter, echt, volgens mij stond er in de jaren 60 in de gamma twee dingen in super aanbieding: linoleum en lijm. Man, echt, dat was echt millimeter per millimeter. Echt frustrerend, dat ging niet vooruit. Dat is echt minuscuul, microscopisch klein. Je kunt het heel goed vergelijken met een namiddag op een terrasje zitten. Ja, echt, je zit een namiddag op een terrasje hun pintjes te drinken. Het is zomer, gezellig, frisse pintjes. Oh, zalig. Hè? Een fris pintje en het zonnetje. Nog een fris pintje. En dat zonnetje naar daar. Hij is een biertje aan het drinken. De hele namiddag en die brandende zon. En tegen 's avonds is je verbrand. Hè? En zat. Maar... 3 dagen later beginnen ze te vervallen. Zo. Hè? En dan komt die val zo los. Hè? Ja, ze is al mee. En dan iedere keer als je zo een velletje vast hebt, denk je van, nu is het een groot stuk en breekt af. Kan je dat voelen? Of heb je een cd gekocht? Heb je een cd gekocht, maar het is een cadeautje. Dus je wilt de prijs eraf trekken, heb je dan ook en een half blijft hangen. Kan je dat voelen? Maar 100 vierkante meter van dat gevoel. Echt verschrikkelijk, dat ging niet vooruit. Na 2 maanden... had ik ontdekt dat er in de gamma een product verkocht wordt. En dat is een product, dat zitten ze van die grote verfemmers. En dat product dan moet je ze met een verfborstel ze over die linoleum open smeren. En dat maakt het werk een stuk aangenamer. Ja. Ja, want daarbij komen dampen vrij. En dan een half uur ze... Het gaat nog altijd even traag, maar je trekt je daar geen zak niet meer van aan. Hè. Dat vind ik goed gevonden. Nee, dat is een product voor een side jobje, maar ze hebben er iets in gedaan waardoor dat plezant wordt. Dat is over nagedacht. Hey, waarom doen ze het ook niet in afwasmiddelen? Hè? Dat is een beetje een LSD in een afwasmiddel. Hè. Zo LSD, Lucy in the Sky with Draft. Hey? Maar nee, maar ze moeten echt eens dringend dingen gaan uitvinden die, waar wij zitten op te wachten. Want er worden altijd dingen bedacht waar niemand zit op te wachten. Gisteren liep ik in de Colruyt, zag ik er zo'n reclame. Nieuw Fanta met mango-smaak. Michel, zat hij erop te wachten? Nee, echt, ik zit, dan maken ze dat wel. Ik zit al jaren te wachten op een soort Fanta
die zodanig gemaakt is dat als vrouwen ervan drinken, dat ze pijpen wel aangenaam vinden. Wow. Nu, het bestaat wel al. Nee, het bestaat al, die soort Fanta. Dus, Breezer. Dat is, maar ze moeten dringend dingen gaan uitvinden die het leven gemakkelijker maken. Dat bedoel ik. Wie doet hier graag een afwas? Niemand. Stofzuigen. Strijken. Kijk, pas op, wij mannen zijn nog erger. Hè. Wij doen niets graag. Echt, zit hier nu ene man die graag het gras maait? Ik hoor twijfel. Nee, maar het kan, hè. Het kan. Er zijn uitzonderingen. Wij mannen maaien niet graag het gras, tenzij als we zijn tractor knissen. Oh ja, ja, dan wel. Ieder weekend. Aan 5 km/u door de hof. En ze in ons onderlijfje, met een blikje bier, en het zonneken, 3 dagen later. Ja. Maar dat doen we dan wel graag. Dan snap ik het niet waarom dat er niemand verder redeneert. Als we dat dan wel graag doen, waarom maken ze dan ook geen tractorkens die stof zijn? En ze... Is je bezig, Michel? Ze deur de living, ze... manoeuvreren tussen de zetel en de salontafel. Ze... Heil worden van je eigen stuurmanskunst. Ze... Hey, Hilde, kijk hier. Woe, hey. Met zo'n vorkhefding om meubels te verzetten. Ze... Tiet, tiet, tiet. Oh. Ik zou stof zijn. Ze... Iedere dag. Ze... Ja. Stof of geen stof. Ze... Dat moet niet proper lijn. In het weekend gaan we naar stofzuigmeetings. Ja, naar opgefokte stofzuigers gaan kijken. Zij het al gehoord van de Neddy? Wat, heeft zijn stofzuiger verlaagd? Nee, ja. Hij ziet het voor u. Iedereen heeft zijn getunede stofzuiger. En ze gepimpt. Ze van MTV, pimp my stofzuiger. Hij is een stofzuiger met sportvelgen en een spoiler. En een dubbele zuigslurf. Oh, ik zei stofzuiger. Ja, maar er is gewoon iets grondig fout aan de huishoudtoestellen. Dat is het probleem. Ja, echt de strijkijzers ook, hè. Strijkijzers, man, wat voor arrogante bitchen zijn dat. Nog nooit opgevallen in de arrogantie van een strijkijzer? Je zit niks vermoedend aan het strijken, hè. Alsof dat het niet goed doet, hè? Dat is toch niet motiverend? Het zou veel motiverender zijn, mocht een strijkijzer zijn. Oh, ja! Oh. Ja, harder! Ja, hier worden we wel heet van, hè? De oven, als je hem open doet. Steek uw vlees in mij! Zo was hij! Dat is motiverend. Ja. En nu weet ik uit ervaring dat er nu mannen in de zaal zitten die denken van... Henk, ga van dat podium. Ja, was het tijd te verdoen. Ga van dat podium en ga die ding gaan uitvinden. Verlos ons. Wat ik heel graag, maar het probleem is, die dingen die zijn al lang uitgevonden. Lang geleden, in de jaren 80. Ja. Maar die uitvinding die worden tegengehouden. Door de vrouwenlobby. Ja, nee, heel slim. Heel slim, gezien de vrouwen willen discussies vermijden. Hè. Ja, want je ziet de discussies zo al aankomen. Hè. Mochten die dingen te koop zijn. Ze. En je hebt geen aandacht niet meer voor mij. En het enige dat je nog doet, is strijken en stofzuigen. Wat heeft dat strijkijzer dat ik niet heb? Een knop om eraf te zetten. Oh, en wat heeft die stofzuiger dat ik niet heb? Oh, een dubbele zuigslurf. Oh, mannetjes. Goed, even van licht veranderen eigenlijk. Wacht zo. Dat is een stofzuiger, wacht. En dan hier. Hey, oh, nee, wacht, dat is te rap.
Ja, dank je. Oei, ja. Dit is de magie doorprikt. Nou, dat is niet echt, hè. We doen nu alsof dat fout loopt. En daarom is het grappig. Oké, okay, nee, dus. ja, maar... Hey.